Dijk eens. Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Agema, PVV. Dank u wel, voorzitter. Ik feliciteer meneer Dijk met zijn eerste mondelinge vragen. Die van mij die zijn al wat langer geleden, voorzitter, 2006. Het invoeringsjaar van de zorgverzekeringswet. En wat hebben opvolgende kabinetten nou gedaan? Die hebben steeds meer uitgaven van het collectief verplaatst naar onze eigen portemonnee. Dus de zorg kost voor de overheid niet zoveel, voorzitter, 9% bbp. Maar het is voor burgers onbetaalbaar geworden. En 6 miljoen mensen hebben het afgelopen jaar daarom zorg gemeden. Het gevolg daarvan is dat ze duurdere patiënten worden. Als jij niet naar de tandarts gaat, kun je hartfalen krijgen. En mijn vraag aan de staatssecretaris is, zie nou in dat dit probleem gecreëerd wordt door de overheid en los hem op door heel eenvoudig het eigen risico af te schaffen. De staatssecretaris. Dank, voorzitter. Het eigen risico is al een aantal jaren bevroren. Dat is een belangrijke keuze die dit kabinet heeft gemaakt, die het ook overeind houdt. Dat is de keuze die het kabinet heeft gemaakt en ik sta daar volledig achter. En het is ook een cruciale keuze, want stel dat daar nu iets in zou veranderen, dan zou dat echt effecten hebben, zeker ook op bijvoorbeeld zorgmijding. Dat is de keuze en ik denk dat dat een zeer te verdedigen keuze is. Mevrouw Ellemeet, GroenLinks. Ja, voorzitter, ik herinner me nog goed, een paar jaar geleden, 3 jaar geleden, hadden wij ook een debat over...